Hi Scorpioen, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 8. En dat is van maandag 19 februari tot en met zondag 25 februari. Dan de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Scorpioen, alsof deze week een week is waarbij je voor jezelf misschien wat slechter slaapt. In ieder geval veel in je hoofd zit, veel aan het verwerken bent. Het kan ook een stukje intuïtie zijn, maar het is wel een stukje wat je nog niet helemaal kunt plaatsen. Of waar je echt een beetje mee aan het stoeien bent. En ik heb het idee op het moment dat je dat net iets meer aandacht kan gaan geven, je kan merken dat het een bepaalde groei is. Dat stukje wat misschien een klein beetje wrijving veroorzaakt, lijkt eigenlijk vooral het stuk te zijn dat het lichaam misschien wel contact zoekt met je. En dat je dit een klein beetje genegeerd hebt. En ik heb het idee dat je deze week daarbij voor jezelf echt heel duidelijk ermee aan de slag wil gaan. En dat je voor jezelf wil onderzoeken van oké, wat gaat me dit nu brengen? En ik heb het idee dat je al vrij snel het gevoel gaat merken dat het geen verspilde moeite is. Maar dat het juist iets is waarbij je echt kunt gaan groeien. Waarbij je echt een bepaalde waarschuwing zou ik bijna willen zeggen, of in ieder geval een bepaalde boodschap. Dat klinkt echt een stuk beter, want het is iets positiefs. Dat je een bepaalde boodschap durft aan te nemen, waarbij je zult merken dat je heel veel winst kunt gaan behalen. Dus alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.